geen nee zegt. Als Luxie ook gaat meedoen, zeg je? Alles slecht. Nee. Oh. Maar spreek klaar. Ja. Wauw. Trom. Nee, dat is niet voor Pip. Ja hoor. Ik ben blauw, dat we die hebben. Hele goeie. Goedemorgen. Welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellinga's, familievloggers. En wat ben je aan het doen, Lucilla? Met beren tekeningen en enger in kleren. Lucilla die heeft lekker met beer geslapen. En ze is de hele tijd het knuffelen met beer. En nou is ze dus met beer een tekening aan het maken. Ik heb deze eenhoorn zelf gemaakt. Is dat een eenhoorn? Ja. Eens kijken. Oh ja, ik zie het. Dat is een hoorn en dat is het paard. En weet je wat dat is? Een regenboog. Ja. Mooi hoor, liefie. Goedemorgen, Luxie. Oh, heb jij de schoenen al gepakt? Oh, zet die maar weer op de grond. Oh, ja, kijk, mama had ze hier neergezet. Dat zijn jullie schoentjes. Die gaan we straks aandoen. Heb ik witte schoentjes? Ja, je hebt je witte schoentjes, ja. Ja, wil je aan? Ik ben ook warm. Ja, je bent een beetje een pantertje vandaag. En ook beer. Met een beertje. Oh. Luxie. Wil je zo graag je schoenen aan, Luxie? Heb je lekker geslapen? Nee, je gaat nog niet naar school zo meteen. En Luxie mag vandaag ook weer naar school. Ja. Gaat Luxie spelen bij de kindjes? Nee. Ze moet altijd even knuffelen nog met mama, hè? Ik toch? Ja. Stoel. Oh, ben je bij de stoel zitten? Ga je een tekening maken? Oh, maar dat vandaag kan, is het weer. Nee, dat kan ik niet bij. Oh, moet ik hem even pakken? Oh. Oh, meteen. Zo. Nou, vandaag is het weer donderdag en dat betekent dat Daniel en ik weer lekker met z'n tweeën onszelf even gaan relaxen in de sauna. Lucilla weet het al heel erg goed. Even tijd, relatietijd zoals we dat samen noemen, voor Daniel en mij. Dat we even lekker met z'n tweeën relaxen, ontspannen, met z'n tweeën kunnen zijn in de sauna. Zonder dat we de kinderen, de telefoons, de iPhones, de mailbox, de YouTube, de camera, alles bij ons hebben. Ik ga er helemaal van stotteren. Maar gewoon echt eventjes onszelf terugtrekken. Dat hebben we gewoon echt af en toe nodig. En dat merken Daniel en ik gewoon. Ook omdat we natuurlijk hem met het hectische leven, tropenjaren met de jonge kinderen. Is het gewoon heel erg fijn. En is het heel erg belangrijk om je relatie goed te houden. En echt tijd voor elkaar in te plannen. Vroeger hoefde je niet echt tijd in te plannen. Maar tegenwoordig plannen wij echt heel graag tijd voor onszelf in. Omdat anders gewoon, ja, dan verlies je elkaar gewoon. Dat is gewoon waar het op neerkomt. En dan merk je gewoon dat je een beetje langs elkaar begint te leven. En dat je eigenlijk alleen nog maar een soort van papa en mama bent. En we vinden het heel erg belangrijk om onze relatie goed te houden. Ook voor onszelf, voor onze kinderen en voor alles. En dat is echt de reden waarom Daniel en ik één keer in de week standaard een streep zetten door onze agenda. Ook al hebben we afspraken die dan, die vragen, oh, kunnen jullie dan? Nee, dan kunnen wij niet. Dan zijn we gewoon echt eventjes even offline, zeg maar. En dat doen we altijd gewoon op de donderdag heel erg graag. Omdat we dan net eventjes weer wat meer opgeladen zijn. Weer fris en fruitig zijn. En dan komen we straks jullie weer van het schoolplein op het schoolplein ophalen. Met een pantetje. Gewoon een chill even pantetje. Luan die is trouwens ook al wakker. Die zit hier heerlijk te tiktokken. Aan de tafel. Als jullie de vlog van gisteren hebben gezien, dan hebben jullie kunnen zien dat Luan gisteren zijn allereerste TikTok heeft opgenomen. Samen met mama. En zijn TikTok-account kan je vinden. Luan Bellinga _12. Dat is zijn account. Als je hem wilt volgen en je vindt het leuk. Luan maakt gewoon leuke filmpjes op TikTok wat hij leuk vindt. En hij, als jij wat post, dan vraag het even aan mama. Hè? Dan mag ik hem posten. Dus dat is wat hij doet. Superleuk, hè? Er zijn heel veel leuke TikToks trouwens ook gemaakt met duimpje omhoog. Ja, en die is hij nu aan het bekijken. Kijk, super grappig. Oh, wat mooi. Oh, wat mooi. Oeh, wat knap. Ze hebben gedaan dat je steeds ouder wordt. Ja. Mooi, liefie. Wat lief, hè? Kom maar kijken. Heel erg leuk. Hier, dan wordt Luan steeds ouder in de foto. Grappig, hè? Dat hebben fans gemaakt voor jullie. Kijk. Ik ben heel oud, steeds jonger. Word je steeds ouder. Heel erg zoer gemaakt. Dus Luan vindt het heel erg leuk om te zien, hè, wat ze allemaal maken. Ja. En hij heeft zelf natuurlijk ook zijn TikTokjes, hè? Ja. En gisteravond heb je alweer wat getiktokt. Ook mijn papa volgens mij, laat eens even zien. Natuurlijk weer met... Ja, papa die is er helemaal fan van. Michael Jackson, hè? Michael Jackson. Dus dit is mijn account, maar ik ga nog meer maken nu. Dat heeft hij allemaal in één dag gemaakt. Ja, in één dag. Goed hoor, jongen. Ja. Zeg jij doei, Luxie. Een Luxie boekje lezen. Zit dribbel achter de deur? Nee.
Laat maar kijken, zit hij achter de deur? Nee, dit is de beer. Luxie die wilde wandelen met de poppenwagen. Lual is ook mee met de step. Ondertussen is de poppenwagen wel half uit elkaar gevallen, maar dat vindt ze niet erg. Gaan we nog even lekker wandelen? Lucilla is ook al met de fiets vooruit en Woesel en Pip die rennen ook weer door het gras. Bezig met het donker en de witte was draaien en de solentas pakken. Maar Kit zit in de auto en op naar school en naar de sauna. Wellness. Nou, mama komt eraan en doet het huisje vlot, hè? Veel plezier op school, druifjes. Ja, dank je. Maar ik mag die boef en die ster niet kwijtraken. Hou jij papa? Hou jij papa voor hen daar? En hij wijst naar Willem William. Dan ga ik achter die andere aan. Oké, okay, zegt Lucy. Dat wordt spannend, jongens. Hey, veel plezier op school, hè? Ja. Toedeloe. Zo, wij zijn weer thuis en we hebben net de kinderen opgehaald van het kinderdagverblijf en van school. Hallo Luan, die is alweer aan het touwtje springen. En Lucilla die zit hier, want we hadden zin om een spelletje te spelen. En dit is een heel leuk spelletje. Dit is een spelletje, ik weet niet of jullie deze kennen, maar dit is zo'n doos. Oh, wat mag je? Ja, dat zit hij achterop. Kijk, dit is een spelletje, geen ja en geen nee zeggen. En er staan allemaal vragen op. En die mag je nog niet zien. En als ik die dan vraag, of degene die hem dan vraagt, de ander mag geen ja en geen nee zeggen. En dan gaan we kijken hoe lang we het volhouden, want we hebben hier een zandlopertje. Doe je mee, Lou, of niet? Ja, vind je wel leuk? Mee. We hebben een zandlopertje en in de tijd moet je zo veel mogelijk vragen. Ik kan kaartenbootjes zeggen. Oké, zullen we het wel eerst bij Lou gaan doen? Kijken of Lou het kan? Oké, Lou, kom hier. Luxie ziet trouwens ook. Hallo, Luxie. Luxie heeft lekker gespeeld bij het kinderdagverblijf. Eerst sporten. Je speelt nu even met de Pokémon-kaarten. Sporten? Sporten. Ga je je record verbreken, jongen? 5. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 20, 25, 26. Wow. 25. Heel erg goed hoor. De Silla had er net 26. Heel goed hoor. Gaat Luxie ook meedoen? Hey Luxie. Hey Luxie. Ja, luister eens. Als Luxie ook gaat meedoen, wordt het heel wat. Want Luxie mag dan geen ja en geen nee zeggen. En dat is op dit moment het enige wat ze zegt. Dus Luxie, ga jij ook meedoen? Nee. Nee. Nee, Luxie zegt nee, hè? Nou, nee, ze gaat wel op de tafel staan. Oké, Okay, ik ga hem even voorlezen. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Dan hebben we hier een zandlopertje. Die gaan we zo meteen omdraaien. En in die tijd moet Luan proberen zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. Maar hij mag geen ja en geen nee zeggen. Goed? Okay. Ja. Lucilla gaat mij een kaart geven, goed? En de tijd gaat nu in. Heb je wel eens in de ballenbak gespeeld? Je hebt gelijk. En vond je dat leuk dan? Best wel. Ben je daar niet een beetje te groot voor? Hand voor de mond, Luxie. Hand voor de mond. Goed zo, Luxie. Ja, ik vind het ook wel een beetje... Oh, wat zeg je? Ik vind het ook kinderachtig. Ja, maar je bent nou af. Ja. De eerste kaart, je bent af. Okay. Zou je wel eens op een onbewoond eiland willen wonen?
heel erg stom. Meen je dat nou? Zou je overleven, denk je? Natuurlijk. Maar dan moet je wel zelf eten maken. Nee. Ook fruit en zo. Ja. Wat zeg je? Oké, nog een keertje dan. Weet je wat grappig is? Nee. Gapen is besmettelijk. Wat? Wist je dat? Mama, Leo zei nee. Oh. Nee, ik zei ja. Je zei nee. Ja, maar Lucilla die is niet aan de beurt. Jullie willen dus mama vragen stellen. Ja. Ja, mag jij ook vragen stellen, goed? Gewoon om de beurt. Zetten we de zandloper aan? Nee. En mama? Nee. Oh, dat maakt het. Oké. Okay. Ja? Luan en Lucilla willen mama vragen gaan stellen. Eens even kijken of mama er ook zo goed in is als Luan. Ik heb een hele goeie. Heb je een hele goeie? Oké, dan gaat de tijd nu in. Vraag maar. Zou ik beginnen? Ja, vraag maar. Oh. Vind je een onbewoond eiland leuk of niet? En ben je daar ook al een keer geweest? Nog nooit geweest. Nee. Oh. Maar... Punt van mama, stop punt van mama. Oké, nou jij. Heb je een keertje vlinder gezien? Redelijk vaak. Vind je pizza nou lekker of stom? Heerlijk. Maar waarom bestellen ze dat in de winkel en niet gewoon in een supermarkt? Wat bedoel je? Nee. Nou, dat ze ook wel in de supermarkt zijn, maar dat ze daar niet gebakken zijn. En dat dat wel zo in de pizzeria is. In een restaurant. Dan wordt het voor je klaargemaakt in een restaurant. Toch? Ja. Nu mag Lucilla vragen stellen. Ja, vraag maar. Heb je een keer een leeuw gezien? In de dierentuin. Maar heb je het gezien? Best wel. En wat bedoel je met best wel? In de dierentuin. Nee. En waar... Best wel in de dierentuin. Wat bedoel je daarmee? Nou, dat ik door de dierentuin liep en toen zag ik een leeuw in de dierentuin. Ja, maar weet je wat nou zo grappig is? Een pizza. Pizza? Gaan we nou weer naar de pizza? Ja. Pizza margarita is toch zo lekker? Heerlijk. Papa, wauw! Heb je een keertje streek klappen? Oh, dat is zin. Zeker niet. Nooit. Weet je ook nog toen naar Jumbo gingen? En toen was er brand. En toen wou je, ik moet even een streekje lazen. En toen, bam, kwam ontploffing. Weet je dat nog? Ja, oh, ik zeg ja. Nu nog een keer. Ik vind het een goed verhaal, jongen. Ik vind het een goed verhaal. Ik ging er helemaal aan op. En nu heb ik er één voor Lucilla. Klopt het dat jij een eigen YouTube-kanaal hebt? Best wel. En daar maak jij video's? Je hebt gelijk. En wat voor video's maak je dan allemaal? Met Luxie, met Luan. En allemaal challenges doen. Omdat je zulke leuke video's maakt met je broer en met je zus, heb jij die gekregen van YouTube. Hij is splinternieuw, hè? Hij is er heel blij van. Hetzelfde kleur als Leeuwen. Wat is dat? Hetzelfde kleur als Leeuwen. Ja? Dat is de 100.000 YouTube abonnees. Ja. Wat is dit? Mijlpaal button. Ik weet niet hoe je het noemt. Wauw. En weet je wat erop staat, liefie? Nee. Jouw naam? Kijk. Lucilla Bellinga. Omdat je de 100.000 YouTube abonnees bent gepasseerd, heb je deze gekregen van YouTube. Ja. Voor jou. En ook bij mijn prijs zitten, bij de andere. Ja. En we hebben ze daar even mooi neergezet. Wow. Kijk eens. Dat is die van Luan, die had hem al een tijdje. Ja, en daar zit ook die van Lucilla. Die van mama een keertje. Mama gewonnen. Papa en... Nee, Lucilla. Lucilla. En papa. En ja, die was voor ons allemaal, van de Feet Awards.
En die is van de Zapp Awards. Nou, ik vind het hartstikke mooi staan, jongens. Er zijn dus 100.000 mensen geabonneerd op jouw YouTube-kanaal. Mm. En die kijken allemaal naar jouw leuke filmpjes samen met Luxie. En met Lua. Dankjewel voor het abonneren. Dankjewel voor het abonneren op Lucilla Bellinga, haar eigen YouTube-kanaal. En Liefie? Ja. Ja, en dankzij lieve kijkers die allemaal jouw video's kijken, heb je nou ook zo'n mooi dingetje daarachter staan. En in principe zijn onze kids niet echt bewust van een hoeveelheid of dat soort dingen. Want ze maken gewoon video's natuurlijk omdat ze het leuk vinden. Maar Lucilla zag dit, heeft ja, dat een tijdje zien staan, zeg maar die. En dan, oh, en dan krijg ik er ook een keer eentje. En ja hoor, nu is het zover. Lucilla heeft dus ook de 100.000... Ja, papa, gelijk snoepje. Lucilla heeft dus ook de 100.000 YouTube-abonnees-button gehaald. Super dankjewel iedereen voor het leuk, voor het abonneren op de kinderkanaaltjes. Super leuk natuurlijk. We hebben daar niet echt uploadschema's, maar gewoon wanneer het uitkomt, uploaden we. Schatje, zit je in de tas? Maar ik heb ook gewoon snoepjes in de kast liggen. Dus nogmaals, dankjewel iedereen voor het abonneren op de kinderkanalen. Heel erg leuk dat zoveel leuke andere kijkers mogen meegenieten met de leuke speelvideo's van de kids. En ze gaat nu even lekker een snoepje pakken, want dat had mama gezegd. Je mag een lekker snoepje pakken als je thuis komt. Een chocoladelolly. Een chocoladelolly. Wat gaat het worden? In de minimutte. In de minimutte. 10 pot gutte. 10 pot kaas. In een minimutte is de pas. Maar die lag nog in het ziekenhuis. Drop, drop, drop. Eet maar lekker op. Drop. Welke wordt het? Deze? Oké, okay, kom hier. Een chocoladeboffie. Ik wil 3. Eigenlijk wil je de lolly. Nee, 3. Maar ik weet, zoveel zitten er niet meer in. Schatje, dat zijn de laatste met chocolaatjes. Ik heb zoveel chocolaatjes in je chocoladebuik. 2! Mag je dat 2? Zo, de meisjes die zijn even lekker voor de tv geploft. Nu Lucilla die eet nog wat boterhamworstjes, want ze had nog een beetje trek in de buik. Oeh, ja, goed zo. En Luan, ja, die heeft iets heel moois gemaakt op school. Want wat had jij gemaakt? Hij had een bakje gemaakt. Kijk, een bakje gemaakt voor de... Vogels. Voor de vogels. En dan vroegen wij van, goh mama, heb jij iets voor de vogels? En volgens mij heb ik dat buiten liggen. In die la. Neem je bakje maar mee, schatje. Gaan we eens eventjes... want we hebben natuurlijk hier een vogelhuisje voor ons huis. En ja, de vogeltjes die vinden natuurlijk wel lekker als er iets te eten ligt. En in die la, kijk, hier deze la. Even kijken. Hier heb ik allemaal vogelzaad en dat soort dingetjes. Nou. Die kan je wel openmaken. Doe je die open, dan leg je dat hier in het bakje. Dat is wel heel erg leuk mooi gemaakt, jongen. Dank je. Het begint wel een beetje te betrekken buiten, maar... Kijk, dat ziet er lekker uit. Oh. Ja, Pipje, kom je ook even kijken. Hé, hey, dat is niet voor Pip. Dat is voor de vogeltjes. Pip, ziet er wel lekker vogelzaad. Ja, nou, Pipje. Nee, dat is voor de vogeltjes, Pip. Ja, Pip heeft brokjes, hè? Zo. Oh, ik denk dat daar de hele familie vogel wel uit kan eten, jongen. Ja, denk ik ook. Nou, en dan doen we dit mooie bakje. In het vogelhuisje. Kijk eens. Zo. Nou, fantastisch, jongen. Zeker lekker. Nou, super. Nou, we gaan weer snel naar binnen. Ja. Alles weer opruimen in de la, want het is een beetje frisjes. Maar volgens mij gaat het zo meteen ook regenen aan de wolken dat te zien. Dat denk ik ook. Ja. Kom, maar snel naar lekker weer naar binnen. Kom hier, Pip. Pipje. Kom daar. Kom daar. Ga je mee naar binnen? Kom daar. Kom. Kom. Pip, naar binnen. Ik had die vogelzaadjes willen eten, denk Pip. Nee, Pip, geen vogelzaadjes. Ja, hey, Luxie. Ik ben Pluisje. En ik ben gemaakt door Luan in de klas. En ik weet niet precies waarom ik ben gemaakt. Maar ik vind het wel heel leuk om hier in onze kamer te spelen. Ik weet niet wat we gaan doen. Luan! Ja? Luan! Wie is er? Wat gaan we doen? Ik een TikTok filmpje opmaken en ik jou. Oh, mag ik ook een TikTok filmpje maken? Ja hoor, dat mag. Nou echt doen. Ja, mag. We zijn hier op de kamer van Luan. En Luan wil weer een TikTok filmpje opmaken. Opnemen. Hij heeft hem nou hier zo neergezet. Moet ik dit nou doen? Beginnen met aftellen. Ja, dan gaat hij aftellen. En als je het aftelt, dan bij 3, 2, 1. En dan gaat hij aan. Dan hoef je je hand niet vast te houden. Ik ben weer beneden. En wat ruikt het hier lekker? Wie staat er nou in de keuken? De soep die stond er aan de keuken. Zie ik dit nou goed? Ik neem hem alvast weer aan. Vind je
pyjama, wat is het luxe? Wat heb je in mijn thuispak? Zijn papa in de pyjama? Ik heb een regen op mijn kop gekregen. Oh, zoeken. Echt? Ik moet zijn nog hondenpakjes kopen, dat doe ik morgenochtend aan. Oké. Okay. Ja, kom jij. Hé, hey, maar wat vinden wij van de baard van papa? Die begint al goed te groeien, hè? Kijk, jongen, wat een baard. Ja, voel eens. Hier. Prikkel, prikkelbaard van papa. Prikkel, prikkel, prikkel. Hij staat je wel heel bijzonder, hè? Ik zou je eigenlijk moest je baard een beetje laten trimmen. Maar dat heeft Daniel nog nooit gedaan, dus hij weet niet hoe dat moet. Ik heb geen trimmer. Is misschien van het weekend gaan we weer de serie opnemen. Dus ik denk dat ik heel even de visagiste een appje stuur. Van, goh, heb je toevallig een trimapparaatje of zo? Want het ziet er nu wel heel erg, ja, hoe moet je dat zeggen? Sjurf, dat is een baas. En dat haar ook. Ziet er al niet uit vandaag. Ja, schatje. Vind je deze leuk geworden? Nee, even kijken. Ik weet niet zeker, maar... Ja, die ziet er leuk uit. Ja. Dabbedie, ik ben blauw, dabbedie, dabbedaar. Zo, we gaan naar mama lekker spaghetti soep eten. Ja, vond je dan weer een leuke vlog? Doe even de... Dank je wel. Dan een beetje. Zie je morgen weer een nieuwe vlog. Morgen een kort dagje en dan gaan we naar de Bellingham Wild West. Tot dan. Feest lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boem boem mee.